De arrestatie van Ratko Mladic maakte een heleboel los deze week. Bij mij begon het met verbazing. Niet eens over de arrestatie, maar vooral over wat een verslaggever terloops vertelde. In de Scheveningse cel waar ze allebei gevangen zitten, schijnen Radovan Karadzic en Charles Taylor met enige regelmaat eetpartijtjes te houden. Je weet toch, boeven onder elkaar. Lekker koken, wijntje drinken, een beetje babbelen, recepten voor appeltaart en genocide uitwisselen en dan weer de cel. Binnenkort schuift dus ook Radko Mladic aan bij die dinertjes. Ik zeg Herman Den Blijker er nog bij en je kan een heel boeiend seizoen van Wie is de Chef opnemen. Of nog toepasselijker Hell's Kitchen. De vraag is natuurlijk waar die mannen het aan tafel over hebben. Drie van de grootste schurken ter wereld samen in één klein keukentje. Zouden ze trots zijn en opscheppen, stoere verhalen vertellen? Of zouden ze intussen toch stiekem een heel klein beetje berouw hebben? En zo ja, zouden ze dat dan aan elkaar laten merken? Of zou het gewoon heel saai zijn? Ze zitten toch al jarenlang op elkaars lip, dus misschien gaat het net als aan ieder ander huwelijk. Een zwijgend lepelen, bestek dat over de bodem van de borden schraapt. Alleen onderbroken door Charles, geef even het zout door. Het zou wel een mooi contrast zijn met die blaffende mannen op de beelden van vroeger. Want dat was het tweede dat mij raakte, die beelden van 16 jaar geleden. Hoe anders de wereld toen was. Toen had je nog fotorolletjes, om maar eens wat te noemen. Al waren die snel daarna verdwenen. En Edwin van der Sar was nog gewoon actief als keeper. En die oude versleten mannetjes die nu met Scheveningen dinertjes geven, waren toen nog niets ontziende schurken. En wij hadden daar wat zullige mannen op afgestuurd. Van die vriendelijke Hollandse huisvaders. Met allemaal als symbool van die zulligheid dat icoon van de jaren 90. Een snor. Dat komt toen nog. Joris Voorhoef had een snor. En overste Karremans had een snor. Zelfs Henny Stoel die het allemaal vertelde had een vlassenkop. Het was de braafheid tegen de barbaren. Hoe anders is dat nu? Mladic vinden we nog steeds een klootzak. Maar naar de huidige maatstaven zijn die mannen met die snorren natuurlijk gewoon naïeve slappelingen. Uit solidariteit en met goede bedoelingen proberen de internationale vrede te bewaren. Daar hoeven we nu meer mee aan te komen. Wij sluiten ambassades. En Hans van Balen zei vorige week dat we Griekenland weliswaar moeten helpen. Maar alleen uit eigen belang en niet uit solidariteit. Blijkbaar is dat geen geldige reden meer. En de vrede bewaren lijkt ook niet meer zo hoog op het prioriteitenlijstje te staan. Het is wij tegen de moslims, of wij tegen Europa, of wij tegen de Grieken. Hoe dan ook, echt heel veel vrienden maken we er niet meer bij. Misschien komt het omdat ik pas 11 was toen het allemaal gebeurde. Maar voor mijn gevoel waren we in de jaren 90 nog druk bezig een betere wereld te maken. En het is schrijnend om te zien wat daar anno 2011 nog van over is. Drie oude schoften die in een Scheveningse cel vooral druk bezig zijn een beter stoofpotje te maken.